En welkom bij deze nieuwe video. Een weekje geleden kreeg ik echt de leukste collectie ever binnen. En dat is de Morphe Mickey & Friends Truth Be Bold collectie. En het is een nieuwe collectie van Morphe in samenwerking met Mickey Mouse. En het is dus Mickey and his friends. Dus je hebt ook Donald Duck en zo. En het is echt een super duper leuke collectie. En ik dacht, die moet ik echt gaan reviewen vandaag. Het is ook schaduw, kwasten, een spiegel, een lipstick trio. Echt van alles. En het ziet er allemaal echt super duper leuk uit. Morphe heeft ook altijd best wel goede kwaliteit. Dus ja, ik was er gewoon echt helemaal enthousiast over. En ik ben er nog steeds heel enthousiast over. En ik dacht, laten we dit gewoon samen gaan doen. Want dan kunnen we gewoon met z'n allen kijken wat we van de collectie vinden. Het is ook niet al te duur. Ook niet heel goedkoop. Het is altijd een beetje in de middencategorie qua prijs. Dus ja, ik ben gewoon echt heel benieuwd. Dus laten we het gewoon gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Nou, ik dacht, ik maak de intro niet al te lang. Want dan kunnen we gewoon gelijk ingaan. Ik heb er ook een heel handig boekje bij gekregen waar alles in staat, wat alles is en zo. Dus dan heb ik gelijk hier alle informatie. Dat is wel fijn voor mij. Allereerst, deze collectie is al te koop bij de Morphe EU website. Dus wij kunnen hem gewoon al bestellen daar. Dan wordt hij vanuit Engeland naar hier verzonden. 5 euro verzending. En je hoeft verder niks extra's te betalen. Maar hij komt ook binnenkort bij Douglas. Vandaag, als ik deze video film, is hij er nog niet. Maar ik heb al wel gezien bij Douglas dat hij er binnenkort komt. Dus misschien is hij er al als deze video online komt. Maar sowieso is het ook al gewoon te bestellen bij de EU website. Oké, laten we beginnen. Iets wat mij heel enthousiast maakt is de spiegel. Heel veel make-up collecties hebben ook altijd allemaal accessoires en zo. En ook heel vaak spiegels. En die heb ik nog nooit besteld of gewoon gekregen. Dit is de eerste keer dat ik ook een spiegel heb gehad. Dit is de Morphe Mickey & Friends Truth Be Bold Hand Mirror. En dit is dan hoe die eruit ziet. Zo'n Mickey Mouse hoofdje. En ook zo helemaal de vorm van Mickey Mouse hoofd. Echt super leuk. Dit is echt super leuk. Alleen al deze verpakking is heel leuk gedaan. I love it. En hij is ook niet al te groot of zo. Het is niet echt handig om mee te nemen door dit allemaal. Maar ja, het is wel een Mickey collectie. En dan is wel gewoon dit een beetje wat je verwacht. Dus ik vind het echt super handig. Ik kan mezelf hier echt heel goed in zien. Ik kijk heel vaak in de spiegel die al in een paletje zit. Maar heel veel paletjes hebben er geen. Dus ik ga hem gewoon zo hier neerleggen en voortaan echt gebruiken. Ik vind het zo cute. Kijk hoe leuk het is als ik hem zo vast heb. Dan heb ik ook een kwastenset. Dit is de Morphe Mickey & Friends Truth Be Bold 6-piece brush set. En dit is een ogenkwastenset met 6 verschillende kwasten. Oké, dit is dus hoe het zo binnenkomt. En wat ik ook apart vind, is dat het nou in zo'n metalen box komt. Zoiets heb ik nog nooit gezien voor een kwastenset. En dat is wel fijn, want het is ook herbruikbaar. En je kunt er dan gewoon in doen wat je wilt. Ik weet denk ik al wat ik erin wil gaan doen. En dan als je hem openmaakt, zijn dit zo alle 6 de kwasten. Morphe kwasten zijn altijd best wel goed. Ik heb er hier ook echt een heleboel die ik echt nog gewoon gebruik van allemaal verschillende collecties van hun. Dus deze ga ik vandaag gebruiken als ik de make-up wil aanbrengen. Oeh, ook een hele grote fluffy kwast. Dat vind ik wel fijn. Ik hou altijd van hele grote fluffy kwasten. Die gebruik ik echt altijd. De verpakking is ook wel heel cute. Zo'n mooie zwart met roze. En hier zie je allemaal Mickey Mouse en his friends erop staan. Heel erg leuk gedaan. I love it. Oké, nou ik moet zeggen dat dit wel echt genoeg kwasten zijn voor echt een volledige ooglook. En dit is dan gewoon herbruikbaar als je gewoon dit eruit haalt zo. Tadaa! En dan heb je gewoon zo'n metalen doos. Deze ga ik denk ik gebruiken om mijn bestek beneden in te doen. Dat is wel handig, want dit is echt de ideale grootte voor bestek. Dus daar ga ik hem voor gebruiken. En dan wat we nu gelijk gaan gebruiken is het oogschaduwpaletje. Dit is het Morphe Mickey & Friends Truth Be Bold Artistry Palette. En er zitten 25 matte en glanzende kleuren in. En dit zijn best wel felle kleurrijke kleurtjes. Dit ziet er echt fantastisch uit. Heel dit paletje is weer heel leuk gedaan. Je ziet hier ook allemaal van die sterretjes. En die zijn zo er apart opgedrukt. Want die glanzen helemaal zo. Kijk. En de rest glanst niet zo. Dus dat is wel leuk gedaan allemaal. Ja, en de inhoud schreeuwt echt mijn naam. Jullie weten, ik hou van kleurrijke paletjes. Ik vind het altijd zo leuk. Je kunt hier zoveel heftige looks meemaken. Maar je kunt hier ook gewoon een hele zachte look meemaken. Bijvoorbeeld als je gewoon zo'n roze kleur pakt. En die aanbrengt over je hele ooglid en klaar. Dan heb je ook gewoon een hele mooie zachte look. Dus ja, je hoeft niet per se te schrikken van alle felle kleuren. Want je kunt hier best wel veel mee. Je hebt ook gewoon een zwarte kleur. Die glanst wel een beetje. Die glittert. Maar ja, dit ziet er allemaal zo
leuk uit. Ik heb al best wel een tijdje geen heftige kleurrijke look meer gemaakt. Dus ik ben best wel enthousiast. Ik weet ook nog helemaal niet wat ik ga doen ofzo. Maar we will see. Terwijl ik gewoon begin, bedenk ik gewoon wat ik gewoon ga doen. Maar dit ziet er allemaal wel echt topje uit. Ik vind het wel jammer dat er geen pressed glitter in zit. Daar hou ik persoonlijk altijd wel van. Maar ja, whatever. Dit ziet er allemaal wel echt heel mooi uit. Dus ja, we gaan gewoon daarmee beginnen. We gaan dit paletje gebruiken. We gaan de kwasten gebruiken. En ik ga ook deze spiegel gebruiken. Want het paletje heeft geen spiegel. Oké, let's do this. Ik ga ook mijn haar naar achteren doen. En ik heb ook een Mickey Mouse haarband. Dus ik dacht, ja, die moet ik gewoon vandaag gebruiken. Dat matcht echt helemaal met de collectie. Oké, ik weet al wat voor look ik ga maken. Het wordt echt super duper kleurrijk. En ik wil ook zo'n rechte rand creëren. Dus ik ga ook deze tape van Revolution aanbrengen. Eigenlijk niet zo handig dat ik mijn gezichtsmake-up al heb gedaan. Want dit wordt echt een hele heftige look. Maar ik hoop gewoon dat er niet te veel fallout gaat zijn. En mijn gezichtsmake-up gewoon goed blijft zitten. Oké, ik ga beginnen met paars. Deze kleur heet Out Loud. En die kleur ga ik aanbrengen met een kleine ronde kwast. Ik heb al geprimed met concealer. Dus dat hoeven we niet meer te doen. En die druk ik zo hier in mijn arcadeboog in. Oeh, lekker veel pigment. Kijk even dit. Het paletje is wel super poederig. Kijk even dit. Echt super veel poeder. Dan ga ik in met de groene kleur hier. Die heet Instigator. En die breng ik aan ook in mijn arcadeboog en dan helemaal tot aan het einde. Dan pak ik de roze-achtige kleur hier. Die heet Bad Dose Lashes. Ook die kleur is super poederig. Nou ga ik in met deze platte fluffy kwast. En dan ga ik die kleur zo blenden hier bij de paarse kleur. Maar ik blijf wel echt alleen maar een beetje hangen hier zo bij dat paars. Dan ga ik in met de fel oranje matte kleur. Die heet So Fearless. En met die oranje kleur ga ik het hier in het midden een beetje uitblenden. Maar alleen maar hier in het midden. Deze spiegel is zo fijn. I love it. We gaan vandaag zoveel kleuren aanbrengen. Ik moet wel zeggen dat alles heel goed in elkaar blendt. Daar ben ik wel heel blij mee. Dan pak ik weer een beetje van die groene kleur. Dan ga ik gewoon zo op en neer met het groene en het oranje. Zodat het gewoon goed in elkaar blendt. Ga ik nu in met deze felgroene matte kleur. Die heet Max Power. En met die kleur ga ik dan hier de laatste kant uitblenden. Dan ga ik ook nog in met deze hele lichte roze matte kleur. Die heet Stap en Ster. En dan ga ik die kleur nog gebruiken hier zo in de binnenste ooghoek. Om het een beetje uit te blenden beter. Ik moet zeggen dat ik deze platte fluffy kwast niet zo fijn vind. Want hij is te zacht. Hij is te flexibel, zeg maar. Dus hij gaat echt helemaal zo overal heen. Dat is niet zo fijn, maar oké. Oké, ik denk dat ik het gewoon zo laat. We gaan verder. Dan ga ik nu in met deze zwarte kleur. Die heet Play by Ear. Die is niet helemaal mat. Ik zie lichte glitters er doorheen, maar dat maakt niet uit. Dan ga ik nou in met deze platte kwast. En die zwarte kleur breng ik hier aan in de hele buitenste ooghoek. Die zwarte kleur heeft fallout. Het gaat er ook gewoon niet af. Oké, nou dit ga ik wel straks fixen. Oké, nou nu kan dit eraf. Satisfying. Kijk, nou krijg je echt zo'n hele mooie strakke lijn. I love it. Ik breng gewoon wat meer blush aan om dat zwarte te verbergen. Oké, nou ga ik een halve cut crease maken en ik ga deze platte kwast gebruiken. Normaal gebruik ik echt nooit een andere kwast voor een cut crease. Maar hij ziet eruit alsof hij wel goed kan werken en dan weten we dat ook gelijk. Nou, dit ging zo makkelijk. Deze kwast, ik ga voortaan deze kwast gebruiken voor een cut crease. Dit ging echt super duper makkelijk. I love it. Jongens, ik overdrijf niet als dit de beste en snelste cut crease is die ik in een lange tijd heb gemaakt. Deze kwast is echt ideaal voor een cut crease omdat hij zo scherp is en zo plat is. Hij is zo plat en dun. Dus je kunt zo heel makkelijk een cut crease creëren. Echt, I love it. Fantastisch. Ik ga nou deze kwast ook gebruiken om de glanzende kleuren te pakken op de cut crease. Ik ga beginnen met de glanzende kleur hier. Die heet Staring Contest. Ik maak ook mijn kwast nat met fixing spray, want dan wordt de kleur wat heftiger. Die kleur breng ik aan hier zo in het begin. En dan deze groene glanzende kleur. Die heet Extra Sparkle. Die breng ik zo ernaast aan, ook op de cut crease. Dan pak ik weer een beetje van die zwarte kleur, Play by Ear. Dan ga ik het hier nog een klein beetje inblenden met die groene glanzende kleur. En dan is het klaar eigenlijk. Nou jongens, dit ziet er echt heel goed uit. I love it. Kijk even dit. Het blendt allemaal heel goed in elkaar in. Ik moet wel zeggen, de matte kleuren waren een beetje poederig. En de glanzende kleuren moest ik echt best wel veel aanbrengen. Maar al met al, het blendt wel allemaal heel goed in elkaar in. En het heeft ook echt goede pigment. Nou ga ik beginnen aan de onderste wimpel. Nou gebruik ik een ander kwastje. Deze is niet van de collectie van vandaag, maar van hun Coca-Cola collectie. En dit is zo'n heel klein rond kwastje voor de onderste wimpelrand. En ik denk dat ik voor de onderste wimpelrand een beetje ga voor blauw. Ik ga de twee blauwe kleuren hier, deze twee, ga ik aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan ga ik deze felgroene NYX oogpot leutje aanbrengen in de onderste waterlijn.
Als laatste wil ik ook nog ingaan met deze witte matte kleur. Die heet Thumbs Up. En die wil ik nog aanbrengen hier zo in de binnenste ooghoek. Om het een beetje te verlichten. En dan met wat nog op de kwast zit, breng ik het ook een beetje aan onder mijn wenkbrauwen. En dan zijn we klaar. Kijk even deze ooglook, hoe heftig. Ik ga stuk. Ik heb al zo lang niet meer zo'n look gemaakt. Maar ik vind het echt super duper mooi. En je kunt vandaag echt niet zeggen dat ik niet veel kleuren heb gebruikt. Ik heb echt super duper veel kleuren gebruikt. Die zwarte kleur was echt mijn fave. Die zwarte kleur bracht aan. En hij blende echt perfect. En was ook echt heel erg zwart. Nou ga ik even een likje mascara aanbrengen. Nep wimpers. Gewoon de hele ooglook afmaken. En dan kom ik zo bij. Nou, de ooglook is helemaal af. Lekker heftig. I love it. De wimpers die ik op heb zijn van de Primark. In de stijl 730. Echt mijn fave wimpers. Nou, en dan gaan we nou verder. Met het laatste product. En dat zijn de lippies. Dit is de Morphe Mickey & Friends Truth Be Bold Mega Matte Lipstick Trio. Dit is dus een lipstick trio wat inhoudt dat hier drie lipsticks in zitten. Hier staan alle kleuren op. Een beetje een nude, een rood en een roze. Vooral over deze fel roze ben ik enthousiast. Want ik heb hem gezien online. En het is echt zo'n lichte pastel. Maar toch wel felle roze kleur. Dus ik ben heel benieuwd. Ze zijn dus alle drie mat. Dit is dan hoe ze eruit zien in de verpakking. Nou, heel cute roze zo. En dan is dit hoe de lipstick eruit ziet. Zoals je kunt zien, zie je ook Mickey Mouse en zo erop staan. Ik hoop dat je het goed ziet op beeld. Nou, ik vind het echt zo cute dat ze zo Mickey Mouse hier hebben. Echt, I love it. Oké, dit is dus de bruine kleur, de nude. Dan hebben we hier de rode kleur. Heel mooi. Niet heel fel rood, een beetje donkerroodachtig. Ziet er ook wel echt heel mooi uit. En dan hebben we hier de roze kleur. Kijk dit, hoe leuk. Ik ga... Ik denk dat ik die als laatste ga doen, want dan kan ik hem gelijk ophouden. Ik ga beginnen met de rode kleur, die heet Oh Boy. De Mega Matte lipsticks blijven echt lang zitten. Ik heb er hier ook al twee in mijn collectie. Deze zijn echt letterlijk mega matte. Super matte, blijven echt heel goed zitten. Oké, ik ga even deze lipbalm eraf halen. Normaal zou ik het allemaal aanbrengen met een lippotloodje. Maar voor nu ga ik dat eventjes niet doen, zodat we gewoon echt goed de kleur kunnen zien. Oh, super stroef. Dat wel. Maar ze blijven wel echt de hele dag zitten. Oké, dit is dan de rode kleur. Hij is wat feller dan dat ik had verwacht. Ik had het meer donker verwacht. Kijk, als je hem aanbrengt, wordt hij iets feller rood. Maar je hoort mij verder niet klagen ofzo, want het is wel heel mooi. Het brengt wel super stroef aan. Ze zijn echt extreem mat. Maar, zoals ik al net zei, ze blijven echt de hele dag goed zitten. Dus dat vind ik echt toppie. Dan hoef je niet fit kippendag weer opnieuw aan te brengen. Dus als je daarnaar op zoek bent, long wear lipstick, dan ga je hier echt heel blij mee zijn. Deze kleur is echt heel mooi. Heel Mickey Mouse-achtig. Alleen iets te heftig voor deze ooglook. Dan ga ik nou in met deze bruine nude kleur. Die heet Bow Babe. Oké, dit is echt een prachtige bruine, beetje cooltone kleur. I love it. Zo op zichzelf is hij wat te licht voor mij. Maar met een bruin lippotloodje zoals mijn Morphe Sweet Tea lip pencil gaat dit echt prachtig zijn. Heel erg mooi. Ik moet ook zeggen, ze brengen stroef aan de eerste keer dat je het aanbrengt. Maar als je dit lipstick een aantal keer hebt aangebracht, wordt het wat minder stroef. Maar dit vind ik echt fantastisch. Dit kan echt mijn fave lipstick worden. Maar wel in combinatie met dat lippotloodje. En dan last but not least, de roze. Mijn fave. En dit is de kleur Goody Goody. Nou, dit is echt de apartste roze kleur ever. Zo'n kleur zie je niet heel vaak. Ook weer deze kleur is op zichzelf niet zo mooi. Maar ik denk dat als ik het zou combineren met een iets donkerder roze lippotloodje, het echt best wel mooi kan zijn. Dit is wel echt Barbie. Dat wel echt. Maar ik ga het gewoon even aanbrengen met het lippotloodje. Ik ga even met mijn Huda Beauty Lip Contour 2.0 in de kleur Deep Rose. Kijk, nou ziet het er echt al een stuk beter uit. Dan is het zo fel in het midden en iets donkerder in de buitenkant. Ik vind het echt heel leuk, jongens. I love it. Ik zal ook die nude kleur laten zien met het Sweet Tea Morphe lippotloodje. Super duper mooi. Dit ziet er echt gewoon prachtig uit. Dit is echt voortaan mijn go-to nude lip combo. Maar ik vind dit echt heel mooi. Deze lip trio, ik raad het zeker aan als je deze drie kleuren mooi vindt. Oké, nou dan zijn we klaar. Nou jongens, wat vonden we ervan? Deze look is zo heftig geworden, but I love it. Ik zal even te snel vertellen wat ik nou van de hele collectie vind. Zoals ik al net zei, deze lip trio raad ik zeker weten aan. Ik raad sowieso alle mega matte lipsticks aan. Ze zijn ook gewoon individueel te koop. Ze blijven echt de hele dag goed zitten. Echt longwear. De kwasten set raad ik ook wel aan. Ik vind hem niet per se wowie ofzo. Als je al goede kwasten hebt, hoef je ze echt niet te halen. Maar als je gewoon nog op zoek bent naar een goede oogkwasten set en deze kwasten jou aanspreken, ze zijn wel gewoon goed. Deze spiegel is ook gewoon echt super duper cute. Echt het perfecte formaat. Ik kan echt gewoon mijn hele hoofd hierop zien. Echt heel leuk. En dan het oogschaduwpaletje. Ik ga een beetje eerlijk zijn met jullie.
Ik ben niet echt onder de indruk. De kwaliteit is oprecht iets minder dan wat ik van hun gewend ben. De matte kleuren zijn best wel poederig. De glanzende kleuren moet ik heel veel aanbrengen. Wat ik wel heel goed vind is dat ze echt fantastisch in elkaar inblend. En het heeft ook wel goede pigment. Zo'n ooglook maken is niet makkelijk. En uiteindelijk is het wel mooi geworden. In vergelijking met de rest van hun paletjes vind ik hem wel echt minder. Al met al vind ik het wel echt een hele leuke collectie. Een heel leuk thema ook. Zo Mickey Mouse en Friends. En ja, I love it. Ik hou ook gewoon van de hele vibe. Van de hele ambiance. Het is ook gewoon heel leuk om te hebben als collector's piece. Als je houdt van Mickey Mouse en zo. Ik vind het in ieder geval heel leuk. Wat ik in ieder geval echt aanraad is de spiegel en deze lipstick trio. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Let me know beneden in de reacties. Wat vind je van deze collectie? Van de make-up look? Vind je het leuk als ik van dit soort heftige looks maak? Let me know. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!